Dag Maloten, welkom bij de tweede aflevering van Hints en Theorieën over aflevering 2 van De Mol. Het was toch wel de ideale aflevering voor De Mol. Want bijna alle scenario's voor De Mol kwamen uit, behalve eentje. Ja, de rol van verdubbelaarsbewaker is overgegaan van Bernard naar Lin. En Lin is dus niet afgevallen. Dus alleen dat scenario kwam niet uit voor De Mol. Maar dat betekende dus wel dat er in de rest van de aflevering een heleboel misging. Ja, gelukkig zijn er ook weer genoeg hints en theorieën te vinden in deze aflevering. Zo zien we vanaf bovenaf een hint tijdens de parkeeropdracht. Nemen we de tweede opdracht even volledig stap voor stap met je door. Want daar gebeurde wel een heleboel bijzondere dingen. En wederom zagen we weer een quote van een kandidaat voorbij komen. Kunnen we deze quote ook herleiden naar De Mol? Dat alles en meer in de tweede aflevering. Laten we snel gaan beginnen. Dubbel zo moeilijk. Want niet alleen De Mol speelt dit keer dubbel spel. De tweede aflevering en ook gelijk de tweede afvaller, Caroline, moest helaas het spel verlaten. En dus gaan we met 8 kandidaten door op zoek naar degene die De Mol is natuurlijk. Laten we eerst eens even die quote van de aflevering erbij pakken. Leeft De Mol nog? Ja, dat is hetgene wat Caroline zei. En het sloeg namelijk op de rijstijl van Charlotte in de auto. Om zo te springen van dicht. Sorry, dat was echt mijn... Hoe dat ik rijd thuis. Je moet geen sorry zeggen voor ons leven te redden. Ja, dus al de tweede aflevering op rij dat er dus een quote over Charlotte gaat. Betekent dit dat we straks kunnen zien dat alle quotes naar Charlotte leiden en dat Charlotte De Mol is? We gaan het in de gaten houden. Dan door naar de eerste opdracht, het ijsjes eten. De groep moet zich opsplitsen in 2 groepen. 4 kandidaten gaan puzzelen en 5 kandidaten zijn de coole kikkers die ijsjes gaan maken, opvangen. Opvallend hier is dat Coco en Charlotte eigenlijk meteen bij de coole kikkers willen. En dat Stephanie daarna heel snel al volgt. En wat we vooral daarna zien is dat Michael zich een beetje soort van daarbij wil aansluiten door gewoon bij die groep alvast te gaan staan. Ja, Bernard en Philippe willen dan het liefste bij de puzzelaars horen. En Senne maakt de positie waar hij in wordt gedeeld niet zo heel veel uit. En de vraag is ook, is er een beste molpositie aan te wijzen bij deze opdracht? Ik vind dat wel lastig, want bij de ijsjesmaker kun je natuurlijk bepalen hoeveel geld er verdiend gaat worden. Maar de puzzelaars hebben invloed op hoeveel speeltijd er is. En je zag dus ook al dat er van de uur speeltijd opeens 20 minuten verdampen. En als de kandidaten dus te laat aankomen bij Shields op het strand, dan wordt helemaal niks verdiend. En dat gebeurde dus ook. En daarbij is het ijsjesteam eigenlijk afhankelijk van de puzzelaars. Dus ik denk dat De Mol dan het liefste bij de puzzelaars had gezeten. Ja, bij de puzzelaars belanden uiteindelijk Bernard, Philippe, Senne en Lin. Ja, wat wel grappig is, zij moeten zo'n authentieke schuifpuzzel met auto's moeten zij oplossen. Er zat nog wel een moeilijkheidje aan, want ze moesten van tevoren eerst de autosleutels verdienen. Ja, die verdienen ze door te bepalen of een automerk Italiaans was of niet. Toch best wel opmerkelijk, want Bernard en Senne claimen goed te zijn in automerken, maar daar viel weinig van te zien. Nou, bij de eerste sleutel gaan Bernard en Lin kiezen. En zij kiezen fout doordat Bernard meegaat met de keuze van Lin, in plaats van zijn eigen gedachten te volgen. Ja, Bernard en Senne kiezen bij de tweede sleutel juist. En dat komt eigenlijk door een snelle handeling van Bernard die gewoon een gokje maakt. Ja, ook de derde keuze wordt gemaakt door Bernard en Senne. Waarbij Senne eigenlijk de juiste oplossingen geeft, maar Bernard daar niet in meegaat waardoor het alsnog fout gaat. En dan de vierde poging waarbij Philippe en Senne allebei een fout antwoord kiezen. Dan zijn nogmaals Bernard en Senne aan de beurt. Ditmaal is Senne aan het gokken en Bernard gaat hierin mee wat dan gelukkig juist blijkt te zijn. Dan nog een duo wat we niet eerder hebben gezien, Senne en Lin. En Lin lijkt er niet echt verstand van te hebben. Maar Senne zorgt ervoor dat het alsnog goed gaat. En tot slot de laatste optie voor Philippe en Senne. Philippe neemt hierbij het voortouw en dat gaat helemaal mis. Ja, 4 keer gaat het dus fout en dat betekent dus dat er 20 minuten speeltijd al van de totale tijd afgaat. Als we deze resultaten dan even samenbinden, dan zien we dat Senne dus bij 6 opties staat van de 7. Hierbij gaan er 3 goed en 3 fout. Ja, Bernard doet aan 4 opties mee waarbij de 2 goed gaan en 2 fout gaan. Maar wat wel het opvallendste is, Philippe doet bij 2 opties mee en bij beide opties gaat het fout. En om heel eerlijk te zijn, Lin heb ik eigenlijk weinig gezien tijdens deze opdracht. Misschien dat ze wel in de gaten had dat het gewoon misging en dat ze weinig hoefde te mollen. Senne vraagt zelfs nog aan Lin of ze ook een keer een poging wil wagen bij de autosleutels waarop ze nee antwoordt. Alles behalve molgedrag dus.
Of was het gewoon niet haar opdracht? Dat kan me ook goed voorstellen hoor. De Coole Kikkers zijn daarentegen bezig met het maken van ijsjes. Merkt hij hier wel op dat Coco en Charlotte heel fel op elkaar zijn? Wacht! Waar is dit? Goh, ik heb... Mag ik het doen? En ik heb Stephanie hier eigenlijk weinig zien doen. Ze is wel fanatiek. Chocolata? Ja, kom maar. Iets sneller tegen. Maar uiteindelijk, puntje bij paaltje, heeft ze maar één ijsbolletje opgevangen. Ja, Michael wilde nog wel iets van tijd rekken volgens mij aan het einde toen de auto eigenlijk al stond. Ja, misschien dat deze paar minuten spelingen net voor hebben gezorgd dat de opdracht mislukt. Dat zou een goede tactiek kunnen zijn voor de mol. Vond nog wel een slimme actie van Philippe en van Lien. Want zij zeggen dat ze namelijk de airco in de auto aan moeten zetten. Zo smelten de ijsjes gewoon minder snel. Dus een anti-mol actie van die twee. En net voordat ze bij het strand aankomen wil Stephanie een bolletje ijs overnemen van Coco. Maar vervolgens valt dat bolletje ijs dus op de grond. En dat zorgt ervoor dat ze niet 7, maar 6 complete ijsjes krijgen. Maar ja, eigenlijk maakte het toen al niet meer uit. Ze waren al buiten de tijd en dat betekende dat er 0 euro verdiend werd bij deze opdracht. Tot slot sluiten we de opdracht af met een verborgen aanwijzing naar Philippe. Hier zien we het bovenaanzicht van die auto-parkeerpuzzelopdracht, waarbij de auto's in het begin de letter P vormen. De P van parkeerplaats, maar misschien ook wel de P van Philippe. Dan is het de volgende dag en de platenspeler die galmt door de gangen van het appartement. De kandidaten worden in alle vroegte al wakker gemaakt om te gaan ontbijten. En wie als laatste overblijft, die krijgt een speciale rol. En dat is natuurlijk niet het enige, want de overige 8 zitplaatsen aan tafel, die zijn genummerd. En die vormen ook nog eens de duo's. Zo gaan Coco en Lin op plek 1 zitten. Zitten Caroline en Philippe op plek 2. Charlotte en Michael op plek 3. En op plek 4 zitten Bernard en Stephanie. Ja, dat is meteen de volgorde voor de volgende opdracht. Want Senne is namelijk opgesloten en moet bevrijd worden. Het is tevens de opdracht waarbij Bernard besluit om de verdubbelaar in te zetten. En dus is het te verdienen bedrag 10.000 euro geworden. In duo's moeten de kandidaten 3 verdiepingen overleven waar ook ventilatoren staan. En ze moeten ervoor zorgen dat hun kaarsje op hun helm aanblijft. Op de eerste verdieping moeten de kandidaten eerst 10 stellingen over Italië lezen. En daarbij zijn er 5 waar en 5 niet waar. Nou, laten we daar eens even kijken naar een overzichtje wat daar precies misging. Lin heeft de eerste 3 stellingen achter elkaar juist. Dan wil Coco het ook proberen en dat gaat meteen verkeerd. Ook het duo Michael en Charlotte maakt een fout. Stephanie maakt ook een verkeerde keuze. En Bernard gokt de 4e stelling juist. En Lin is lekker bezig, want de 5e stelling kiest ze ook juist. Ja, waar de kandidaten later achterkomen is dat ze Senne nodig hebben aan de portofoon, want die kan de ventilatoren uitzetten. En wanneer daar door Michael buiten over verteld wordt, gebeurt er een vreemde situatie. Hallo, in het begin van de kamer staat er een parlofoon waar je met Senne kan. Nee, niet doen, tijdverlies. Dat is tijdverlies, dat is niet doen. Ook hier is weer de vraag, wil je als mol liever opgesloten zitten of maakt het niet zoveel uit in welk duo je plaatsneemt? Persoonlijk denk ik dat het niet zo heel veel uitmaakt voor de mol, want ik denk dat je op beide plekken gewoon heel erg goed kunt vertragen. Ook hier weer is het de kunst om zoveel mogelijk te vertragen. Ik moet zeggen, dat doen ze bij de mol in België wel heel erg leuk altijd. Ze laten de tijd gewoon doorlopen, waardoor je aan het einde van de opdracht er pas achterkomt of het gehaald is, ja of nee. Dat merkte ik wel in Wie is de Mol. Daar hebben ze gewoon een timer in beeld en als het uur dan voorbij is, dan wordt dat ook gelijk gezegd en dan stopt ook gelijk het spel. Vind ik zelf persoonlijk een stuk minder spectaculair. Op de 2e verdieping staan 10 foto's waarbij 5 van bekende mensen in de gevangenis hebben gezeten. Ja, bij die andere 5 moet er dus een kaarsje gebrand worden, maar ook hier weer staan ventilatoren die aan en uitgezet kunnen worden. Ja, elke poon wordt aangestoken en daar is Charlotte het absoluut niet mee eens. Dat laat ze ook wel duidelijk weten als de kandidaten erover vertellen buiten. Al Capone is fout. Hebben jullie Al Capone aangestoken? Oh, allee man! Ja, is Charlotte de fanatieke kandidaat of een fanatieke mol? Nou, Caroline en Philippe krijgen het voor elkaar om de 5 juiste kaarsen te laten branden en ze mogen dus door naar de 3e verdieping waar Senne opgesloten zit. Eigenlijk zijn er dan nog 5, 4 minuten misschien over. En dan komt er de discussie op gang
Want er hangen namelijk allemaal bordjes met een volgorde van persoonlijk voordeel. De mensen die bovenaan hangen krijgen 100% kansen op persoonlijk voordeel. Ja, en dat neemt dus telkens af met 25%. En de kandidaat helemaal onderaan die maakt dus geen kans op persoonlijk voordeel. Ja, dat heeft allemaal te maken met de doos van Pandora, de derde opdracht. Daar komen we zo meteen op terug. Kijk, ik snap ergens wel dat Philippe en Caroline zichzelf bovenaan willen hangen. Alleen daarvoor moeten ze dus de hamer die bij Senne in het midden van de kamer ligt gebruiken. Ja, dat duurt gewoon nogal lang voordat ze eindelijk die bordjes van de muur af gaan halen. Dan moeten ook al die bordjes weer opnieuw gespijkerd worden. Ik heb hier eventjes een overzichtje wat er nou precies verhangen is. Ja, Senne wilde graag bij de 75% hangen. Maar je ziet het al, heel veel bordjes zijn dus verwisseld. Dus ja, binnen 4 minuten al deze bordjes verhangen, dat leek me al haast onmogelijk. Ja, en dat het onmogelijk was, dat bleek ook wel. Want wanneer de timer dus uitgezet wordt, zijn ze dus al over de speeltijd heen. 4 minuten zelfs al. En dat betekent voor de tweede opdracht op rij dat er geen geld verdiend wordt. Dus ja, ook hier kun je als mol gewoon lekker bovenin opgesloten worden en heel veel tijd rekken op het einde. Kandidaten zijn toch wel meer met het persoonlijke voordeel bezig dan met het verdienen van geld tijdens deze opdracht. Ja, en dat komt de mol natuurlijk wel goed uit. Ja, en dan keert de doos van Pandora terug in de derde opdracht. Er is 2000 euro te verdienen als geen van de kandidaten in de kist gaan kijken. Ja, dit bedrag is dan ook weer zo laag dat je haast als programmamaker hoopt dat de kandidaten gaan kijken. Vooral als je dan ook nog eens 8 pasvragen voor hun neus houdt. Dan wordt de keuze wel heel erg lastig. Nou, die volgorde van de bordjes die bepalen dus nu ook of je als eerste naar buiten mag om naar de doos toe te gaan. Zo worden Caroline en Philippe om 3 uur 's nachts gewekt. Maar laten we vooral eerst even gaan kijken naar wat hun plannen waren voordat ze dus bij de kist belanden. Toelaten. Dat was mijn eerste reactie ook. Van ja, daar houden we dicht, maar op dit moment... Eenmaal bij de kist zijn de rollen opeens compleet omgedraaid. Niet of wat? Ik zeg het niet doen. Nou, ik zou het precies wel doen, maar... Toch best wel knap. Ze besluiten dus niet de kist te openen en gaan weer terug naar bed toe. En dan is het volgende duo aan de beurt. Michael en Senne. Waarbij Senne eigenlijk initieert om de doos gelijk te openen. En Michael gaat daar een soort van in mee. Maar aan het openen van de kist hangt een grote consequentie. En dat is dus dat de groepspot opeens gaat aftellen. En dat betekent dat alle 9 kandidaten naar de kist toe moeten en gewekt moeten worden. Om vervolgens een vinger op het scherm te leggen waardoor de teller uiteindelijk stopt. Ja, en dan heb je opeens 8 kandidaten gewekt. Staan ze allemaal bij die kist. En dan vergeten ze opeens Lynn. Lynn, de kandidaat die dus 0% kans maakte om in de kist te mogen kijken. Ja, die liggen natuurlijk gewoon nog lekker rustig te slapen. Maar wordt dus compleet over het hoofd gezien waardoor het alleen nog maar meer geld uit de pot verdwijnt. Dus als de mol hier verantwoordelijk voor was, dan heeft de mol het goed gedaan, denk ik. Ja, de pot had al niet een hele hoge inhoud, maar er stond op 8.800 euro en er is 3.160 euro uitgegaan, waardoor de pot nu op 5.640 euro staat. Ja, en Shield deed in deze aflevering een beetje geheimzinnig of de naam van de kist... De naam van de kist? Niet de naam van de kist, nee. En Gilles deed deze aflevering best wel geheimzinnig of de naam van de mol weer in de kist zou zitten. Net zoals dat in seizoen 8 gebeurde in Griekenland. Maar ook dit seizoen zat dus de naam van de mol weer in de kist verborgen. Er hing namelijk een lampje onder de tafel. En als je de kist eenmaal geopend had, kon je eigenlijk aan de binnenkant van de deksel schijnen waar dan de naam van de mol te lezen was. Maar ja, volgens mij hebben de kandidaten dit niet doorgehad. Ja, dan nog wel iets opvallends is dat wanneer alle kandidaten dus gewekt moeten worden, bij het aftellen van de pot, dat Philippe eigenlijk in zijn bed blijft liggen. Dit terwijl Caroline eigenlijk wel heel snel opstaat. Zorgt er misschien toch net voor dat de pot iets meer nog aftelt. Ja, dan nog even kort wie ik verdenk. Ik zit nog steeds op Stephanie en een klein beetje op Senne. Ik heb Stephanie deze aflevering wel iets minder zien doen en Senne viel wel iets meer op dan in de eerste aflevering. Dus voorlopig richt ik mijn pijlen nog even op deze 2 kandidaten. Ik vond Coco wel echt heel fanatiek. Dat gaf ze in de voorstelvideo's ook al wel gelijk aan dat het een fanatieke tante is. Ja, dat merkte ik eigenlijk meteen al wel in deze 2e aflevering. Ik ben benieuwd hoe de verhoudingen in de volgende aflevering verder gaan tussen de kandidaten. Kijkers, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Wil je nou nog meer video's van mij bekijken? Vergeet dan niet even om een abonnementje te nemen op dit kanaal. Dat is helemaal gratis. Dan krijg je notificatie als er een nieuwe video online staat. Ja, speur lekker mee met hints en theorieën en laat ook vooral even weten wat jou opviel in de comments onder deze video. En wil je nou nog meer video's bekijken? Dat kan. Hier aan de rechterkant staan nog 2 video's voor je klaar. Bedankt voor het kijken en tot volgende week bij een nieuwe video. Doei!